Op 14, 15 en 16 maart is het weer tijd om te stemmen. Dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Maar hoe zit dat ook alweer? Stel, jij bent lekker aan het shoppen in de binnenstad van Utrecht. Komt er weer een fietser die je bijna van je sokken rijdt? Of misschien zoek je een huis, al jarenlang? Dit zijn allemaal zaken die met de gemeente te maken hebben. In Nederland leven we in een democratie. Alle wetten en regels worden door het volk bepaald. Maar we kunnen niet met alle 360.000 Utrechters de politiek in. Daarom stemmen we op 14, 15 en 16 maart op een persoon die dezelfde belangen behartigt als jij. Diegene laat als het ware jouw stem horen in de politiek. Dit zijn gemeenteraadsleden. In Utrecht zijn dat er 45. Zij debatteren over de plannen van Utrecht. Woningen bouwen in de Polderijnenburg, beter cameratoezicht of minder overlast in de binnenstad. Deze plannen worden doorgespeeld naar wethouders, die ze uiteindelijk uitvoeren. En dat merk jij dan weer terug in het dagelijks leven. Dus die fietser die je bijna van je sokken reed, rijdt nu op een fatsoenlijk fietspad. Zo kan jij weer rustig shoppen in de binnenstad. Erg prettig voor jou. Stemmen kan op 14, 15 en 16 maart op 226 plekken in Utrecht. Dus grote kans dat je niet verder de deur uit hoeft. En oh ja, 96% van de stembureaus is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Zo krijgt iedereen de kans om zijn stem te laten horen.